Doe een duimpje omhoog voor de leuke meivakantie. Wat een heel goed idee was. Kan ik even schuilen? Ik ben naar beneden. Kulletje. Stel eens. Oh, als een parapluutje. Goed zo. Dan kijk uit voor de... Dan zie je plek voor één billetje. Ik heb nooit de weg. Dit dan een reetje. Oh, het is voor de nieuwe Luxie. Gaan we nog even spitsen. Zo. Goed, Cecile. Ik vind Luxie leuk, hè? Die keukentjes. Goedemorgen, Luan. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdagochtend. Het is mijn vakantie. Maar door de coronacrisis zijn we ook gewoon lekker thuis aan het chillen. Dus we gaan even lekker een ontbijtje maken. En ja, kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Zo, ik heb de tafel afgeruimd. Hondjes even uitgelaten. De kindjes zitten even lekker. En even een te kijken. Van Dirk Schijnen. Leuke kindjes. Zo, wij gaan er even lekker op uit. Ik ben hier lekker boterhammetjes aan het smeren in een broodrommeltje. Want we gaan zo even naar het bos toe. Het is niet dat je zegt van het is lekker warm strandweer. Maar we wilden toch niet binnen blijven hangen. Kijk, want dan krijg je dit soort dingen van. Ja, dan word je een beetje hangerig en een beetje... Wat moeten we nou doen? Dus wat zijn mama en papa? We gaan lekker wandelen in het bos. En hier in de buurt is een heel leuk bos met een leuke kuil. En dan kunnen jullie daar lekker spelen. Ik heb het hier net op beeld. En kunnen jullie ook allemaal dingetjes gaan zoeken in het bos. We hebben van die mandjes. Kijk, mogen ze van die mandjes meenemen. En daar mogen ze leuke dingetjes uit het bos in uitzoeken. Misschien dat Luan nog wat insecten kan vinden. Hij had laatst zo'n potje. Waar hij die blauwe munthaantjes voor zijn spreekbeurt in had gedaan. Kijk, dat is deze. Die heeft hij helemaal afgewassen. De munthaantjes hebben er trouwens niet helemaal meer overleefd. Die was hij vergeten uit te zetten. Dus die... Ja, die leeft er niet meer. Daar heeft hij de pot heeft hij helemaal schoongemaakt. En hij gaat kijken of hij nieuwe insecten kan vinden uit het bos. Picknicktas heb ik gebakt. Ik heb er brood en wat lekkers en appeltje in gedaan. We gaan nu naar buiten. En het begint nu dus gewoon, nu we dus helemaal aangekleed en wel zijn. Het begint dus gewoon te druppelen. Dus gelukkig hebben we parapluutjes. Ja, we hebben wel parapluutjes mee, oké? We laten ons niet tegenhouden door de regen, goed? We gaan gewoon lekker. Ja, ik ga ook onder je paraplu. Kijk. Als het dan regent, gaan we gewoon met z'n allen schuilen onder de paraplu. Goed? Ja, mama. Nou, ja, liefie. Neem je ook je eigen paraplu mee? Of ja, ik denk dat we ook wel een paraplu in de achterbak hebben liggen. Goed, gaan we gewoon lekker naar het bos, jongens. Ja, we nemen de kinderen morgen, voor jou mee. Mama, ja? Morgen heel hard gaan regenen. Ja, en daarom gaan we vandaag nog even erop uit. Ja, dan doen we dat even, jongens. Kunnen we nu nog even de frisse lucht in? Kunnen we morgen pyjama-dag houden? Ja, dat kan. Maar nu gaan we nog even erop uit. Dat we met z'n allen weer op de bank ploffen en niet verder komen dan de tv. Nou, we zijn aangekomen in het mooie bos. Ja, met hier en daar wat druppeltje. Wij zijn aangekomen hier in de Leemkule, heet het hier. Het is gelukkig droog. Luxie is in slaap gevallen. Alles ligt te slapen in de kinderwagen. En de kinderen kunnen niet wachten om uit de auto te komen. Hebben jullie de parapluutjes? Ja, ik maak hier een picknickmand niet vergeten. Ik weet niet of we in hoeverre we kunnen picknicken. Maar goed, ik heb in ieder geval eten mee voor onderweg. Dus mochten we verdwalen, hebben we brood voor onderweg, jongens. Kom er maar uit met de parapluutjes. Gelukkig is het een beetje stippelig. Dus het valt nog mee. Maar ja, ze vinden het ook gewoon leuk natuurlijk om met de parapluutjes te wandelen. Nee joh. Zullen jullie van Luxie ook meenemen? Want die hadden we ook ergens liggen, toch? Kijk. Oh, ook nog een parapluutje van Luxie mee, voor als ze zo meteen misschien wakker wordt. Ik denk dat ze hem wel even doorslaat. Maar goed, die doen we ook erbij. Zo. En dan, ja. Het was, in principe was het een heel goed idee, vader, om lekker te gaan wandelen. We stonden met de honden in het park en toen dacht ik, oh, het zonnetje. Wel lekker, ja. Zullen we nog even erop uit gaan? Ja. Maar het is nu toch wel een beetje... Op hoop van zee. Ik weet niet of het een heel goed idee was. Maar goed, dat zien we zo meteen wel. Ja, maar schatje, kom, we gaan nu eerst lekker wandelen in het bos. Kom. En het is ook allemaal dicht. Je hebt natuurlijk hier ook tentjes en zo. Dan kun je, ja, als het zomer is, is het natuurlijk ook lekker. Dan kun je hier ook wat drinken, een ijsje eten. Maar dat gaat nu allemaal niet. Wat? Omdat natuurlijk met corona alles dicht is. Maar oh, luister jongens. Ja, dat gaat hard. Horen jullie dat? Ja. Oh, kunnen we niet de paraplu ook even boven Luxie doen? Ja, oh jongens. Wat was dat? Paraplu's. Paraplu. Loop met je wagen. Oh, ja. Kom maar jongens. Wat doe jij de Luxie? Ja, ik duw de wagen. Oké, kom maar. Ik maak niks uit. Ja. Kom
Nou jongens, er wordt heel gezellig wandelen in het bos, hè? Ja. Hé? Hey? Dit is de reden waarom het de Leemkuile heet. Kijk, we hebben hier een hele grote kuil. En ik zie dat we niet de enige papa en mama waren die met de kinderen naar de kuil wilden gaan. En beneden is een kindje aan het spelen. Met mutsjes op, zie je dat? Heb je een boomhut gevonden? Weet je het er leuk uitzien? Heel ja. Zijn dat vuilniszakken of niet? Vuilniszakken? Nee, oh, daarachter. Nee, dat is, ze ziet daar dat. Dat is om de wortels van de bomen, denk ik, goed te houden. Denk ik. Anders zakt de boom misschien in de kuil. Hé, hey, kijk, hier kun je het ook een beetje zien. Kijk, hier zijn al die wortels. Luan, zie je dat? Al deze wortels van de boom die zijn nu te zien doordat het een beetje gezakt is. Ga maar eens kijken, je kunt onder de wortels van de boom. Je kunt onder de wortels van de boom zitten, zie je? Kijk, dit is de boom. En hier zie je dus de wortels van de boom. Ja. Mijn paraplu eronder. Nou ja, dat is misschien wel een grappig idee. Kijk, dan hang ik hier zo de paraplu neer. Zo. Zo. Kijk, dan kan je daaronder zitten. Ga er maar eens onder. Kijk. En dan kan je onder de boom letterlijk even schuilen. Mijn paraplu schuilen. Ja, grappig hè? Dan zitten jullie onder de wortels van de boom. Te schuilen. Zoveel werk. Ja, zullen we verder wandelen? Ja. Oké, okay, Kees, jouw paraplu. Hoppatee, en mijn paraplu weer. Nou, dan gaan we eens even verder kijken. Papa die zit daar heel leuk met Woesel, Pip en Lucy op een bankje. Hallo papa. Zit je lekker droog? Hé, hey, maar zullen we gewoon lekker gaan wandelen, jongens? Kijk eens, vader, wil je even de paraplu? Ja, ga ik eens even de kinderen achterna. Let op Luxie en Hond. Ja. Kijk, want die rennen alweer naar beneden daar. Maakt ze helemaal niet uit dat het regent. Oeh, gaan we naar beneden rennen? Oeh, hey, als je naar beneden rent, moet je ook weer naar boven, hè? Nee. Stil. Oh. Echt stil. Sheila wilde even getild worden. Ja, dat is inderdaad een leuke uitdaging. Ja, en die kan je weer naar boven. Wacht even, ik ben naar beneden. Ga ik even naar boven. We zijn nu beneden in de kuil. Kijk, we zijn net helemaal naar beneden gelopen. Heb je een mooi paadje gevonden, jongen? Ja. Mam, als het hier sneeuwt, dan kan je daar zo net een slee vanaf. Ja, dat klopt. Hier zijn allemaal mountainbike paadjes. Kijk, kun je allemaal met een mountainbike kun je daar allemaal op. Wat? Ja? Dit is cool! Wat heeft Luan gevonden? Je moest je fiets meenemen. Ja, je moest je fiets meenemen, inderdaad. Kijk dan. Wauw, dit ziet er superleuk uit. Maar hier heb je een mountainbike voor nodig, liefie. Dat is een hele sportieve fiets. Maar kijk, mam. Nee, je kunt hier gewoon overheen lopen ook. Oh. En dan weer terug, Lu. Klaar voor de start. Af. En dan komt hij aan. En nou, Lucilla ook. Klaar voor de start? Af! Goed zo! Goed zo! Nou, mam. Ja. Je zei dat we naar het bos gaan. Ja. En toen zei wij zullen onze fietsen meenemen. Ja. Oh. Maar dat is niet zo handig. Nee. Want er is veel zand. En je kan daar niet makkelijk fietsen. Nee. En tada! En tada! Wat heb je hier? Ja, ik wist niet dat ze hier een mountainbikebaan hadden. Maar nog, dan hebben jullie niet echt fietsjes om hier overheen te gaan. Maar kijk, hè? Au. De derde keer. Wow. Hè? Huh? Kom jongens, we gaan gewoon lekker verder wandelen. We gaan eens even kijken waar papa is, want die zit nog steeds op het bankje. Ja! Kom. Ga mee, Sil. En dan moeten we de berg ook weer opklimmen. Ga je mee? Ja. Kom, gaan we naar papa toe. En Luan, die loopt daar helemaal over de baan. Lu, waar ga je heen? Oké. Waar is Luan? Oh, Luan is helemaal daarboven. Oh, voorzichtig. 1, 2. En dan komt hij weer aan. Ja. Oh, jongens. Ja, wat gaan we doen? Ja. Oké, ik loop even Lucille achterna. Kom maar, Sil. Rennen naar boven. Ja. Kom, hand. Oh.
kunnen dit samen. We kunnen dit. We kunnen dit samen. We kunnen gewoon naar boven. Zo. Deze is te erg stil. Zo, kijk. Nou zijn we boven. Wat zeg je? Oh ja. Hey, en nu zijn we aan die andere kant boven waar jij dat zwarte zeil zag. Stel eens. Wat horen jullie? Vogels. Mooi, hè? Ja. Ze fluiten heel hard. Elkaar. Wat zouden ze zeggen? Gewoon lekker fluiten, denk ik. Ik denk dat ze zeggen... Oh, wat zijn we blij met de regen. Want die hebben we zo lang gemist. Eindelijk weer regen. Dat denk ik dat ze zeggen. Mam, wat ja? Is dat? Die witte tent. Die witte tent? Oh, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet, liefie. Zullen we daar naar beneden toe gaan? Ja, dat kan. Hé, maar waar is papa? Zien jullie daar? Papa? Waar is papa? Zullen we papa eens even roepen? Papa! Daar hebben we vader. Met zijn roze parapluutje. Mam, zullen we naar beneden toe gaan? Hé! Hey. Valt wel mee. Is goed ver. Ja. Nou, Luan die klimt de hele kuil weer naar beneden. Mam, jij dan? Nee, ik loop zo. Kijk, als ik zo loop, zo, dan ben ik daar weer bij papa. Ja. Hm? Klim je, of ga je mee naar papa toe? Gaan we weer verder wandelen? Ja, zo. Ga je toch zo? Goed zo. En nu weer naar boven. Naar de andere kant. Lul staat daar beneden en hij komt weer helemaal naar boven gelopen. Is goed voor je, ja, voor je spieren. Oh. Nee. Bijna, jongen. Kan je goed klimmen? Ik kan echt goed klimmen in bomen. En jij kan goed klimmen in bomen, ja. Kijk. Goed zo. Ja, bijna. Ja! Ja! En Lucilla wil even laten zien dat ze heel goed kan klimmen in bomen. Goed hoor, Sil. Sil is echt een klimaapje, hè? 1, 2, 3. Goed zo. Nou, we zijn weer herenigd met elkaar. En we wandelen weer lekker verder door het bos. En volgens mij is de regen... Oh, een boomschonk. Weg. Is de... Nou. Volgens mij is de regen weer een beetje minder geworden. En we gaan naar een speeltuintje. Ja, we hebben een speeltuintje gezien. Dus eens even kijken of we daar kunnen gaan spelen. Als het droog is, in ieder geval, de glijbaan. Nou, hoezo Pip? Zoek een speeltuintje. Oh, verdem, kijk uit voor de paardenpoepjes. Die zijn niet van Woezel en Pip. Oh, Woezel. Woezel moet overal zo'n luchtje even achterlaten. Kunnen we zo ook even lekker een boterhammetje eten als we ergens een droog plekje kunnen vinden? Want ik heb een lunch meegenomen. Kijk, zien we al een picknickbankje? Ja. Nou, loop maar naar een picknickbankje, Sil. Ja, Lu? Ga even spelen. Ja, ga maar spelen. Kijk, we hebben hier een speeltuintje gevonden. Kijk, nu hebben we wel een picknickbankje gevonden. Alleen... Het is een beetje nat. En ik heb niet echt een doekje meegenomen of zo. Ja, het is heel erg nat. Ja. Maar daar weet mama wel wat op. Kijk, we doen gewoon een beetje zo. En dan is hier plek voor één billetje. Kom maar, Sil, mag jij hier zitten? Mama een beetje droog gemaakt. Ga maar zitten. Ja, ga jij hier zitten. Ja. Nou, Lu, doe die maar even weg. Want het regent niet meer, jongen. Maak het jouw wafelmachines. Kijk eens. We hebben hier gezonde appeltjes. Gaan we open. En... Oh, ik heb trouwens wel een doekje meegenomen. Heb jij nog een doekje? Ja. Ja. Ik had een picknickkleedje meegenomen. Voor in het gras. Maar dat doen we maar even niet, hè? Ook wel handig zo. Nou, kijk eens. Maakt niet uit. Droge billen voor de kinderen. Mam, maakt het niet uit dat jij droge billen hebt? Nee, dat maakt niet uit. Papa en mama kunnen wel tegen de natte billen. Kijk eens, een lekkere boterham. Met boterhamworst. Kijk eens. Vers gemaakt. Boterhammetje voor jou. En een boterham voor jou. Alsjeblieft. Heeft mama dat super gedaan, kinderen? Ja. Picknick, zijn we toch even uit. En ook al was het misschien niet zo'n goed idee om te gaan wandelen met de regen. We zijn er toch even uit. Zijn er toch even uit, kijk eens. Een boterhammetje voor vader. Lekker, lekker. Dankjewel. En Luxie die slaapt gewoon lekker. Kijk, daar slaapt ze. Moes op, wat zien jullie dan? Ze hebben wat gezien, wat hebben jullie gezien?
Kijk, daar is een klein hertje. Ze zien daar een hertje lopen. Oh, kijk. Kijk, daar komen de diertjes even kijken. Hé, hey, diertjes. Daar is een hekje. Ja, en daar in het hoekje, daar ligt een hertje. Ik heb nooit een hert gezien. Heb je nog nooit een hert gezien? Nou, dus is dit jouw eerste keer dat jij een echt hertje ziet? Hallo, hertje. Hij heeft even jeuk. Even krabben. Ja, het zijn hertjes. Dat klopt, Luan. Eigenlijk noem je dit dan een reetje. Ja. En ze zien Woezel en Pip nu. Ze denken, oh, wat is dat? Maar hebben ze dan diarree? Nee, Luan. Nee, ree is een meisjeshert. En een... Zeg, het is een raar naam, want het is een klein stukje van diarree. Ja, ja, dat kan. Jongen. Oh, Woezelpipje. Woezelpipje denken, ja, en ik dan? Mogen wij ook kijken naar de reetjes? Nee, dan krijgen ze de schrik van hun leven. Vooral met dit keffertje hier. Hé? Wil jij spelen met de reetjes, Woes? Ja, jij ook, hè? Jij ook, hè, Messi? Nou, vader, we hebben veel picknickplekjes gehad, maar... het is toch nog best wel gezellig zo, toch? Nou, wij hebben een bammetje eten. Hè? Net! Met kaas. Lekker bammetje kaas. Mama! Ja? Jij zit op mijn plek. Oh, sorry. Jij zit op mijn knuffel. Zo, zo. Is mama ook droog? Huh? Mama droge billetjes. Wie is er wakker? Oh. Wie wordt er wakker? Hey. Luxie, meisje. Ga je ook bij de picknick komen? Ik voel de regen. Zo. Zo. Ik voel de regen, man. Luxie is ook droog. Ja, begint het te regenen? Heb je ook een boterhammetje? Mag ik naast jou komen zitten, Lu? Dan heb ik ook een schoon droog billetje. Zo. Nou, gezellig. Ja. Oh, Luxie, wil je een appeltje? Oh, appeltje. Appeltje? Ja, dat vind je lekker. Wil je ook een appeltje? Ja. Alsjeblieft, ook een appeltje. Nou, wel, Luan. Het is een gezellig picknickje in de regen, zo. Ja. Ja. Dan kun je wat anders. Nooit van regen binnen blijven. Nee. Nou, dat wisten jullie niet. Nou, regen binnenblijven zou wel handig zijn. Dat zou wel handig zijn. Maar het scheelt, het druppelt een beetje. Het is geen stortbui die we ons overkrijgen. Jawel. Wel? Ja. Ja, net wel iets harder, ja. Nou, gelukkig hebben we de parapluutjes voor, hè? En we zijn niet van suiker. Nee, dat zei oma altijd. Suiker? Ja, als je van suiker bent en het gaat regenen, dan smelt je. Oh, dus dan zeggen ze, je bent niet van suiker. Ben je niet van suiker? Wij zijn niet van suiker, maar we smelten niet als het regent, snap je? Dat is een spreekwoord, noemen ze dat. Het begint te regenen, jongens. Hey, Luxie, waar ben je? Dat zingen we dan. Het regent, het regent. Het regent, de worden nat. Worden niet nat. Nou kwamen drie bellingas aan. Die vielen op een gat. Het regent, de bellingas worden nat. Er waren nou, nu niet. Vijf ruifjes aan. Die vielen niet op een gat. Ja, zo gaan we gewoon even door. Zijn de boogjes al bijna op, kinderen? We moeten even door eten zien. Ja, en wou die nog van de glijbaan? Ja. De appeltjes! Hey, van de waterglijbaan. Van de waterglijbaan, natte billen. Papa die ruimt de picknick op het plekje op. En ze zien nog wat leuks om te spelen. Luxie, gaan we nog even spelen? Hè? Ja. Met de regen. Maar wel met een parapluutje. Goed zo, over de brug. Met de paraplu. Goed zo. Goed, Cecile. Je kan wel glijden, ik krijg alleen wel modderbillen. Wat zie je, Luxie? Luxie op de wipwap? Ja, Luxie op de wipwap. Wacht even hoor, mama even een beetje droog maken. Zo, 1, 2. Goed zo. Goed vasthouden, hè? Harder, Lucilla, harder afzetten. Ja, Luan die moet even bij Luxie duwen. Goed zo, Luxie. Broer komt even helpen, hè? Wat zie je, Sil? Een trampoline. Nou, gaan we nog even op de trampoline? Maar ik kijk voor de kindjes. Ja, niet te dicht bij de andere kindjes. Wat is Sil? Als ik heel hoog spring, dan is dit straks een vastje. Kan je met je paraplu de lucht in zweven? Kijk. Oh ja. Mam, ik heb iets anders bedacht. Nou, wat heb jij nou weer? Ik heb een warmte. Kan je er doorheen kijken of niet? Ja, ik kan er doorheen kijken. Ah. Ja. Oh, goh, liefie. Wil Luxie ook even op de trampoline? Mama, handje? Nee, Luxie wil niet. Waar wil Luxie op dan? Luxie had de wipkip gezien.
We moeten hem eerst even droog maken. Het is een beetje nat, hè? Kijk, doe hem gewoon even zo. Kijk, heeft mama wel een natte jas, maar dat maakt mama niet uit. Zo, oké. Nou, Luxie erop. 1, 2. Hoppatee. Vasthouden. Ja. Luxie toch even op de wip, hè? Die vindt Luxie leuk, hè? Nou, we hebben wel moddervoetjes. Ja, alles is nat. Zijn we dag staat een speeltuintje? Ja. We gaan weer terug naar ons knushuisjes, Hollywood. Het was heerlijk om daar even uit te zijn. Toedeloe. Volgende keer komen we weer spelen als het zonnetje schijnt. Ja, en als de keer gewoon naar kiezen. Ja. Ach, sterk mama, hè? 3 keugentjes. Heb je schoenen aan? Ja, die staat onder het zand. Ons zand van je tuintje. Zo, wij zijn weer lekker binnen van de boswandeling. We hebben helaas geen insecten gevonden. Hè? Nee. Dat hebben we überhaupt niet echt gedaan, omdat het natuurlijk zo regende. Maar we gaan nu weer lekker op de bank chillen. En we gaan Netflixje kijken. Ik wil die kijken. Die heb ik al 3 klaar met kijken. Ja, maar we gaan even kijken wat we allemaal leuk vinden. Maar mam, die is leuk. Ja. Weet je wat ze dan zegt? Ja? Geef haar te eten. En dan moet je overgeven. Dat is oh, echt grappig. Ja. Is het een film of is het een serie? Een film. Hou je van verhalen over families die bij elkaar blijven? Ja. Die door dik en dun van elkaar houden. En waarbij het altijd komt en gelukkig. Ja. Dan nee, is dit geen film voor jou. Oké? Okay? Oh. Nou, jongens. Wij gaan even lekker een Netflix filmpje kijken hier chillen op de bank. Kijk eens, wie lust er lekker een bakje chips? Oh, lekker een bakje chips. Ik heb blote billen. Oh, lieve man. Ja, kijk. Nou, even lekker met een chippy op de bank, hè, jongens? Ondertussen is Luan weer een andere serie aan het kijken. We hebben net de film afgekeken en het is tijd om te gaan koken. Maar we gaan niet zomaar koken, want ik heb hulp in de keuken. Namelijk Lucella. Wat gaan wij maken vanavond? Pannenkoeken! En Lucella gaat ze maken. Pannenkoeken aan Lucella. Ja? Nou, één dagje verder. Andere keer hadden we pizza en die pannenkoeken. En nu hebben we... Ja, gisteren hadden we hutspot. Nee. Gisteren hadden we hutspot. Nee. Ja, gisteren hadden we hutspot. Kijk maar. Kun je nog laten zien dat we gisteren hutspot hadden? Kijk. Wil je hutspot, Luxie? Ja. Wil je dat nog eten? Ja. Bah? Maar dit klikje wilden ze niet meer. Dus dan gaan we pannenkoeken eten. Goed? Mag jij ze maken, ja? Maar de andere keer hadden we wel pizza. Ja, de andere keer hadden we pizza. Hadden we zelfgemaakte pizza, hè? En nu pannenkoeken, hè? Daar ben je gek op, hè? Kijk, want we hebben hier de pannenkoekenbeslag. Ik weet hoe alles moet. Oh, Lucilla weet hoe alles moet. Ben ik benieuwd. Wat gaan we doen? Ik wil een beetje vergeten. Beetje vergeten? Dit stukje weet ik niet. Oh, dan help ik jou daarmee. Eerst gaan we even het pakje openmaken van het beslag. Ja. Heel goed. Ja. Dat doen we hierin. Ja. Gaat in een grote mengpan. Ik heb hem openmaken? Nee, als het... Oh. Deze mag ik wegkooien. Die? Ja. Nee, doe die maar in de wasbak. Zo. Deze even openmaken. Zo. Ja. En niet alles? Ja, doe alles maar hierin. Dat geen één kleintje nog in. Heel goed. En dan 700 milliliter water. Die had ik al hier in de kan gedaan. Dit is alles. Ja, dit is alles. En dit is water. Maar dit moet je... Zal mama deze toevoegen dat jij dan gaat mixen? Mama, er moet dit alles. Ja, alle water moet erin, maar niet in één keer. Want dan kun je niet meer mixen. Dus zal mama het water erin doen, dan ga jij mixen. Nee. Maar ik heb dit ook een keertje gedaan, water in. En toen was allemaal niet gelijk. Nee, daarom moet je het heel langzaam erin doen en dan gaat mama het mixen. Goed? Oké. Of denk jij dit? Ja, dat doe ik. Wat wil jij mixen? Ja, alle hardst. Nee, eerst gewoon een beetje zachtjes. Goed, ik mama het in. Zo.
gedaan was, was jij. Maar als ik hier op zat, dan gaat het echt mijn hoofd stellen. Ja, ik zie het bijna. Zo, zie je dat? Oké, nou, zet mama even de kookplaat aan. Ja, nog steeds zetten. Nee? Ja. Ja. Deze wil je boter in de pan doen? Nee! Samen? Oké. Dat is niet eng hoor. Maar best. En een rondje. Ja, nu klaar. Dat was het. Nou moet hij even warm worden. Hoe weet je nu dat deze boter, deze olie, wat is het eigenlijk? Hoe weet je nu dat de boter warm is? Want je kunt niet met je vinger gaan voelen. Want dan krijg je een verbrande vinger. Hoe weet je nou dat hij warm is? Weet jij dat? Ja? Moet ik het zeggen? Ja. Nou, je kunt het soms horen. Zo. Of zien. Maar als je echt wil weten of die warm is, dan doe ik mama dat altijd met een klein beetje water. Oh nee, maar niet heel veel water. Gewoon een klein dingetje erin. Kijk. Een beetje. Nee, niet maar, kijk. Kijk, maak mijn vinger een beetje nat. Dan doe ik zo. Hoor je dat? Zo kun je zien of de boter warm is. Nou. En hij is niet warm. Hij is warm. Wil jij het inschenken? Zullen we het samen doen? Maar samen. Oh nee, ook samen. Dat is ook verdiend. Doe maar even daar. Hou maar vast. Oké, dan gaan we dus in een rondje midden maken. Kijk. 1, 2. Midden. Rondje. En stop. Ja, dan doen we de pan een beetje ronddraaien. Er gebeurt niks. En dan moeten we wachten. Ik zie geen kleintje. Nee, mag jij de deksel erop doen? Samen op de pan. Kijk, het is dus warm. Goed zo. Ja. Het is niet echt een passende deksel. En nu moeten we weer even wachten. Ik kan weer even zo kijken. Oké. Nou, het is tijd om hem te draaien. Daar is ze weer. Oh ja, gaan we samen. Doe mama even eens afhalen. Die deksel is een beetje. Wow. Kijk, ja. En dan zie je aan de randjes dat hij een beetje bruin begint te worden. En dan gaat mama met de spatel. Ik wil niet. Omheen. Om te kijken of die los zit. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks. 1, 2. Klop. Oh, precies op tijd. Altijd bij de eerste, hè? Is hij een beetje aangebrand. Is vermoeder. Is vermoeder. Zeg je dat nou, vermoeder? Dan hebben we hier een bord. Dan hebben we hier de pannenkoek. Zo. Vloep. Dan leggen we naar het bord. Er bovenop, zodat hij warm blijft. En nu hoop ik de tweede iets beter te maken. Ja, samen. Ja, nee, nog niet, schatje. Kom maar. 1, 2. Wachten? Ja, dan moeten we even wachten. En dan ga ik even kijken. Ja. Doei. Doei. Yay. En je roeren. En dan gaat de pannenkoek door elkaar. Je kunt niet roeren met pannenkoek. Oh. Handje los. Hoppa. Ja, kijk. Deze Hoppa. Wordt beter. 1, 2. Hoppatee. Kijk eens. Die is goed gelukt. Papa. Derde pannenkoekje ligt erin, maar het begint een beetje te roken. Dus ik heb even de deur open gedaan. Ben je even lekker buiten aan het spelen? Ja. Kijk, we hebben het bankje eventjes hieronder neergezet, anders wordt het helemaal nat. Maar ja, vandaag is dit een beetje het uitzicht. Een beetje regen, Luxie. Hier hebben we de pannenkoek. Of volgens mij is nummer 4 ook al klaar. Ah. Oh nee, bijna. Bijna klaar. Terwijl mijn keukenprinses de volgende pannenkoek bakt, is mijn andere kleine prinses in de zomerkeuken bezig met Luxie. Het is in één keer veel kouder. En het regent. Woezel en Pip die denken, we gaan even kijken. Maar kijk, dit kan alleen in Nederland. Gisteren was het nog zo lekker weer. Met de drone. Oh, Woezel en Pip, kom eens in de tuin. Hé, hey, die is zo stout in de tuin van de buurvrouw. Dat kan toch niet? Kijk, maar het weer is echt omgeslagen. Van zonneschijn naar miserig. Guur windje, Luxie. Zullen we dat mee naar binnen nemen? Ja. Nee. Niet? Nee, nee. Oké, okay, ja, neem hem mee naar binnen. Ja. Gaan we binnen verder met het receptje, goed? Goed, prinsesje. Ja, veel te fris buiten. Gaan we hier verder het receptje roeren? Ja.
Ja, ja, bij mijn mama de pannen. We hebben de tafel zitten schrikken, pannetjes. Nou, hoeveel moet je nog bakken? Nog, dit is nummer 5. Ik weet niet hoeveel ieder er doet, maar dan ben ik net op de helft. Ja, super. Je hebt een heel klein laagje. Dat is een bijbel van. Het meel raakt wel. Ik kan dat nog bijbakken. Ik heb er nu 4, 5, 6 krijg ik er nu net. Meer dan 6. Ja? Huh? Ben je een pannetje aan het bakken? Oh, ze lezen vast. Pan zit vast. Zo kunnen we een pannenkoekje maken. Zal ik hem omkiepen? Deze pannenkoekjes zijn al klaar. De laatste die zit in de pan. En de tafel heb ik al gedekt. Ik heb er ook nog wat groentjes bij gezet. En wat lekker beleg voor op de pannenkoek. Dus we kunnen zo aan tafel, jongens. Nu al is er, daar komen jullie zo lekker aan tafel. De pannenkoekjes die zijn klaar. Deze pannenkoekjes kunnen op de tafel. Aan tafel. We hebben ook nog leuke andere versiegeltjes voor de rond. Ik ga de andere kleuren. We hebben ook nog lekkere stroopjes voor de rond. Alle kleuren van de regenboog op de pannenkoek. Luxe, ook een beetje poedersuiker. Ik ben benieuwd hoor. Ik neem de donkere handen. Neem jij deze? Ja. Ja, een beetje blazen, Luxe. Luxe, ook poedersuiker. Dat is lekker. Dat is vriendelijk. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Is een lekkere poedersuiker. Nou, dit was onze lekkere hangdagje. Hier, op onze vakantiedag. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En zie je morgen weer een nieuwe vlog. Doei. 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 Je hart zwom om mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.